Hallo allemaal, mijn naam is Djoeke Veldstra en leuk dat je kijkt naar deze videoboekrecensie. In dit filmpje behandel ik het boek Het Gym. Het Gym is geschreven door Karin Amat-Moekrim en het gaat over Sandra. Sandra is een gekleurd meisje en ze woont in een achterstandswijk samen met haar moeder en haar zusje. Ze hebben niet heel veel te besteden en ze moeten het eigenlijk gewoon doen met wat ze hebben. Het heet dan ook een wonder dat Sandra naar het gymnasium kan. Het gymnasium, dat is een school die in het dorp staat. In het dorp wonen alle rijke mensen en alle rijke mensen, oftewel gewoon iedereen daar dus, gaat naar het gymnasium. Sandra is dus een soort van verstekeling, een uitzonderlijk persoon, een uitzondering. En datzelfde geldt voor Bart Willink, die komt uit de stad. Normaal zitten stadsmensen ook niet op het gymnasium. Maar Bart en Sandra hebben nogal een hekel aan elkaar en dat is waar het boek om draait. Bart is een racist. Dat is gewoon, dat is gewoon zo. Hij heeft een hekel aan alles wat anders is dan dat wat zij zijn. Zij stadsmensen. Hij kan niet over de manier van praten. De kleur staat hem niet aan, de huidskleur dan. En hij kan vooral niet over kakkers. Hij heeft echt een grootste hekel aan kakkers. En vooral als ze zich bekakt gaan gedragen. Maar vooral in dit boek wordt heel erg naar voren gebracht dat hij Sandra niet mag. En dat laat hij weten ook. Ze hebben bijvoorbeeld, een kort fragmentje uit het boek is dat zij bij tekenen hebben ze de opdracht gekregen mooi versus lelijk. Maak daar wat van. En Bart heeft toen alle blanke mensen op een rijtje gezet en Sandra apart. En hij heeft erbij gezegd, ja, als wij mooi zijn, dan ben jij gewoon lelijk. Dat is natuurlijk hard, dat is hele harde taal. Maar dat is eigenlijk gewoon waar het hele boek om draait. Het loopt zelfs uit op een vechtpartij, maar daar ga ik verder niet op in omdat het maar zo'n klein stukje in het boek is. Dus dat is de moeite niet waard. Het voegde ook niet echt heel veel toe of zo. Wel dat Bart Willink ophoudt te discrimineren, dat dan weer wel. En het boek is aan te raden aan iedereen. Gewoon echt aan iedereen. Maar ik zou het vooral, als jij moet lezen voor de lijst, zou ik dit boek op je lijst gaan zetten. Dus als je een boek moet gaan lezen voor Nederlands, alsjeblieft, doe dit boek. Je doet er en mij een plezier mee, want hij is gewoon heel makkelijk. En je doet er jezelf ook een plezier mee. Want ja, als jij hem nou ook makkelijk vindt, ik bedoel, ja, dan heb je toch maar weer een heel makkelijk boek. Het boek heeft 250 bladzijden, maar dat wil nog niet zeggen over de moeilijkheid van het boek. Het is heel makkelijk te lezen, geen moeilijke woorden, geen lange zinnen. Het is gewoon, ja, overzichtelijk. En daarom raad ik het boek ook aan iedereen. En ja, het is voor alle niveaus, kunnen dit lezen. Dus ik zou zeggen, ga naar de mediatheek en leen het boek.